Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Alblas. Wij lezen in deze periode uit 1 Samuel, 1 Samuel 3 vandaag. Het tweede deel van het hoofdstuk waarin het gaat over de roeping van Samuel. Ik lees u eerst het gedeelte wat voor vandaag op het rooster staat, vers 8 tot en met 14. Toen riep de Heere Samuel opnieuw voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, Ga weer terug en ga liggen, en wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen, Spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de heren en bleef daar staan en hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei: Spreek, want uw dienaar luistert. En de heren zei tegen Samuel: Zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer. De stem van God klinkt in dit gedeelte. En als je dat leest komt altijd weer de vraag bij me boven van ja, horen wij die stem van God vandaag ook nog? Ben ik, bent u ook geroepen in zijn dienst? Voor veel mensen betekent dit echt de vraag, een vraag waar ook wel mee geworsteld wordt. De hele wereld en de omgeving waarin we leven hoort en ziet niets van God, zo zeggen ze. En mensen maken eigen regels, vinden de waarden en de normen vanuit de Bijbel nog wel waardevol, maar passen het toch naar eigen inzicht aan. En midden tussen die mensen leven wij, u, jij. Je bent wel met God bezig. Want je luistert ook vandaag naar deze uitzending. Maar er wordt ook door gelovigen en door kerkmensen wel geworsteld en getwijfeld. De hemel wordt toch meer dan eens ervaren als, als een, een gewelf van koper waar je niet doorheen komt. Mensen horen de stem van God niet. Ze kunnen zijn handelen niet ontdekken in de dingen die gebeuren, in de wereld niet en in het persoonlijk leven niet. Voelen zijn werk niet in... Eigen hart. Je bidt wel, maar je krijgt niet wat je vraagt. Krijgt ook geen rust en geen gevoel dat je gedragen wordt, terwijl er anderen zijn die daar wel over spreken en zo mooi over kunnen spreken, maar zelf, zeker bij het denken over het leven na de dood, voel je soms wel eens angstig worden. Geen stem van God die duidelijkheid of zekerheid geeft. En dan lezen we deze geschiedenis van Samuel. Ik zei al: de vraag komt, spreekt God vandaag wel? En als hij spreekt, hoor ik dan die stem van God als hij me roept? Of, of heb ik het soms niet door? Weet u, in de tijd van Samuel, zo staat erbij, was het woord van God schaars. Er was toen eigenlijk niemand meer die de stem van God hoorde. En zeker in de tempel was dat ook niet. Daar was zelfs niemand die met zijn wet rekening hield. Het was geen zedeloze en goddeloze bende, priesters die daar midden tussen zaten, die daar aan meededen, die daar leiding aan gaven zelfs. En nu lezen we, God nam het woord. God nam het initiatief. Hij komt. Wat een genade en wat een trouw klinkt er dan in dit hoofdstuk? God komt toch weer. Hij spreekt en er gaat wat gebeuren. God laat niet los. Voluit de kern van de Bijbelse boodschap die in dit hoofdstuk doorklinkt. Maar hij werd niet gehoord. Zijn stem werd niet herkend. Samuel, ik heb je bij je naam geroepen. Maar Samuel hoorde het niet. Weet u, de naam Samuel betekent mogelijk naam van God. Want Shem, dat, dat is naam in het Hebreeuws. En El betekent God. De naam van God. Ik ben en ik zal er zijn, is dat. Maar waar is die dan? Je zou de naam Samuel ook kunnen vertalen met horen. Want Shema is horen. Tshama Israël, hoor Israël. Dan zou de betekenis van dit deze naam zijn door God gehoord. Maar klinkt er ook in door dat hoor mensen hoor naar God. Samuel. Uiteindelijk begreep Eli het. En Samuel kreeg toen de opdracht: Ga terug naar je kamer. Ga rustig liggen. En als je het weer hoort, dan zeg je: spreek Heer, want uw dienaar luistert. En zo gebeurt het. Spreekt God vandaag? We moeten, zo leren we in dit hoofdstuk, beginnen met luisteren als een dienaar. Dat zegt nogal wat, ook vandaag. Het gaat er dus niet om dat wij praten, zeggen, bidden, aangeven wat God moet doen en roepen, God zegt toch wat? En dan teleurgesteld raken als God niet reageert. Nee, het begint eigenlijk met je mond houden en met: U bent Heer, ik ben een dienaar. Zegt u maar wat er moet gebeuren, wat ik moet doen. Ik bedenk het niet, maar ik wil doen wat u zegt. Die bereidheid. Dat is het wat Eli aan Samuel leerde en wat wij uit dit hoofdstuk ook leren. En dat klinkt wel makkelijk. Het klinkt bekend als ik het zo zeg. Maar het is een stuk lastiger dan dat het klinkt. Maar dit is wel het geheim. Je mond houden. Luisteren. En bereid zijn om te doen wat God zegt. Maar ja, zegt God nog wat dan? Oh, weet u, het is zo'n andere tijd dan Samuel. Toen was het woord van God schaars. En vandaag? Wel, nee, het wordt het meest verkocht. Voor ons ligt het woord van God voor het grijpen. Zo spreekt God vandaag. Zo makkelijk, zo dichtbij. En Hij spreekt in Jezus Christus. Dat is het woord dat mens is geworden en onder ons heeft gewoond. Als je vandaag de vraag stelt: van spreekt God eigenlijk nog wel? Dan is het antwoord voluit ja. Het evangelie van Jezus. Dat is het woord waarmee God spreekt. De boodschap van Jezus, het die gekruisigd. De boodschap van de volkomen verzoening van al onze zonden. Een boodschap van genade en behoud. De boodschap waarin Hij roept. Ik heb je bij het naam geroepen. Tekst die vaak bij de doop klinkt. God roept. Hij spreekt, hij is aanwezig, hij is dichtbij. Waar dan? Nou, in de gedaante van zijn woord en in de erediensten van de gemeente in brood en wijn bij het heilige avondmaal. Daar is hij. Zoekt u hem, pak zijn woord. Zoekt u hem, kom aan tafel. Daar is hij, daar spreekt hij. En hij vraagt ons om hem te dienen. Om hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is de weg van dienen, de minste zijn, het goede voor de anderen zoeken, God de eer geven. Samen wel. In het gedeelte wat we lazen kreeg hij wel een harde boodschap om te vertellen. Voor Eli en zijn zonen klonk er een boodschap van oordeel. Het was geen leuke boodschap om te brengen. Soms is het woord van God niet leuk. Als je in de naam van God leeft, maar je in je leven een schande bent voor God, dan klinkt er een boodschap van oordeel, ook vandaag. Maar de boodschap van oordeel is tegelijk de boodschap van het kruis van Jezus en een oproep tot bekering. Want God spreekt. Dat is genade voor iedereen die hoort. Spreekt God vandaag? Jazeker. Hoor. Laten wij bidden. O God, wij danken U dat U een sprekende God bent ook vandaag. We moeten U eerlijk beleiden dat Wij niet altijd zo goed opletten. Dat voor ons ook die Bijbel waarin u spreekt, soms zo gewoon is, dat het ons nauwelijks opvalt dat U zelf daarin het woord neemt. Terwijl dat toch het grote wonder is. Open onze oren. Open ons hart. Maak ons stil voor u. En geef dat we mogen horen wat u door woord en geest tot ons te zeggen hebt. Want dan mag het wonder toch gebeuren dat we beleven mogen dat u uw naam eer aandoet. Ik ben en ik zal er zijn. Vrees niet. Ik heb je bij je naam geroepen. Wat een mooie woorden. O God help ons om het te horen, om ons daaraan vast te houden. En om ons zo door u te laten leiden, in welke omstandigheden wij ook zitten, of we nou verdrietig zijn, of er ziekte is, of dat er vreugde is. Maar houd ons vast, schakel ons in in uw dienst, maak ons dienaren van uw woord. En in God zo mogen wij u de eer geven. Werk met uw geest en leer ons om te horen. Wij bidden het u. In Jezus' naam. Amen.